Deze beschouwing die gaat over de Jezuïeten. En ik heb er eerder eentje gemaakt over de Jezuïeten. En daar heb ik videomateriaal bij gebruikt. Wat uitgezonden is op de Belgische tv. Dacht ik. Het staat gewoon op internet. Iedereen kan het zo... uitzending gemist of zo. Ik kan het zo vinden. En daarin laat ik... sta ik met name stil bij de uitspraken van Etienne Vermeers. Die een aantal opmerkelijke dingen zegt. Wat ik frappant vond is dat die video... die ik dan gemaakt heb... Hè, waarbij ik dat videomateriaal van de Belgische tv gebruikte. Hè, dat daar een copyright strike op kwam. Maar is dat niet zo erg hoor. Ik heb ook een community guidelines violation. En dat is wel heel vervelend. Toen heb ik in een titel van een film het woord neger gebruikt. Van beschouwing. Iets met, wat mankeren die negers toch? Of zo. Wat willen die negers nou? Ja, dat moet je dus niet doen. Dat is dan tegen de community guidelines. Maar zo'n copyright overtreding. Maar goed, ik het even weet. Ik hoop dat hij er nog staat. En als je hem niet kan vinden of wat dan ook. Dan moet je maar even in de commentaren even zeggen. Van Piri, waar is die? Want ik heb hem vast nog wel ergens. En ik heb ook het linkje naar die film. Dus dan kan je het zelf nog een keer terugluisteren. De Jezuïeten, wie zijn dat? Nou, de Jezuïetenorde die is opgericht in 1540. Daar hebben ze wel een paar jaar over gedaan voordat het helemaal rond was. Maar neem maar 1540 als makkelijk te onthouden datum. Of jaartal. En ze zijn opgericht als antwoord, als remedie. Als Wiedergutmachung of zo. Tegen... het protestantisme. En het protestantisme, dat was al honderden jaren gaande. Met mensen als Wycliffe en Hus, Jan Hus. Maar in 1517, met Maarten Luther, toen brak het door. Dat had waarschijnlijk ook te maken met het feit dat toen de boekdrukkunst er was. En voor die tijd had je dat blokdrukkunst. En dan maak je stempels van hout. Dus heel veel werk. Hè? En die stempels die slijten. En dan moet je nieuwe stempels maken. Daar word je niet zo blij van. De boekdrukkunst, dat heet op zijn Engels movable type. Verplaatsbare typering. Ik weet het niet. Verplaatsbare karakters. En dan ging het erom dat ze die letters, die goten ze met lood. Dus gesmolten lood. En dan lood smelten en dan giet je dat in vormpjes. En dan heb je allemaal letters. Kijk, dan gaan we praten. Hier. Dan heb je allemaal van die blokjes en die zijn van lood. En die zet je in een zo'n zetbalk of zo'n ding. En dan stansen met die handel. Ja, dat protestantisme, dat breidde zich dus uit. En uitermate vervelend voor de mensen van de wereldorde. En nu heet het de nieuwe wereldorde. Maar dat snap je ook wel, ze zijn van de wereldorde. En die mensen willen orde scheppen op deze wereld. En die mensen van de wereldorde,
die hebben toen besloten om een afdeling op te richten die als enige doel had om het protest te bestrijden. Ze gaan ook wat door voor de militaire tak van de universele kerk. De universele kerk is de wereldorde. De gedachte is, als we één kerk hebben, dan doen we daarnaast één regering. Dan heb je één kerk in één regering. En de kerk is natuurlijk de baas. Dus dan is de kerk de baas over de regering. En de regering is de baas over iedereen. Dus vandaar die universele kerk die je dan nodig hebt. En het Griekse woord voor universeel is katholiek. Ja, zo zie je dat doen. En dan heb je die orde van de Jezuïeten. Die is dan gesticht in 1540. Toen is denk ik die naam ook gekozen. Je had ervoor ook de orde van de Dominicaners. En de orde van de Franciscaners. En wat heb je nog meer? Kapucijners. En dit was dan de orde van Jezus. De sociëteit van Jezus. Ja, je moet het maar verzinnen. Goeie naam vind ik het hoor. Als je erover nadenkt, dan denk je van ja, nou, je kan van de Jezuïeten vinden wat je wil. Ja. Maar die naam is goed gekozen. Want iedereen denkt, Jezus, dit is een mooie naam. Oh, je bent van die sociëteit van Jezus. Ja. Zij hebben de inquisitie als taak gekregen. En de inquisitie houdt in dat je elk middel gebruikt om mensen te bekeren. Dus het aantal ongelovigen moet je doen dalen. En dat kan je doen door ze te bekeren. Of dat kan je ook doen door ze te vermoorden. Ja, maakt niet uit. Je hebt een ongelovige, nou, die kan zich bekeren. Nou, heb je geen ongelovige meer, dus dat is goed. Je hebt ook ongelovige en heb je geen zin om ze te bekeren. Of je denkt, ja, dat kan je wel proberen, maar dit is de vraag. Hij bekeert hem één keer en dan ga je koppen de klop op je paard, ga je weg. En dan worden ze weer ongelovig. Dat moet je ook niet hebben. Nou, dan kan je ze maar beter vermoorden. En dat hebben ze gedaan. De teller voor het aantal mensen dat de universele kerk in totaliteit heeft vermoord. Ah, dat is. Dat is aanzienlijk. Je kan zeggen dat is de doodsoorzaak nummer 1 geweest. Van de mensheid tot nu toe. Er is een boek uitgebracht in de 19e eeuw, dacht ik. En dat heet Het Boek der Martelaren. Ja. Nou, daar kan je al miljoenen uit tellen. En dan te bedenken dat de echte grote slagpartijen, die kwamen pas in de 20e eeuw. De Vietnamoorlog was van de universele kerk. Adolf Hitler was van de universele kerk. En moet ik nog meer noemen? Stalin was ook van de universele kerk. Mao was van de universele kerk. Als je dat één keer ziet, dan denk je, wauw, wat hebben die mensen veel gemoord. En dan maar feestjes vieren. Hè? Met een Al Smith diner. Ken je dat? Dus in Amerika is een. Er worden de mensen geselecteerd. En die mogen dan strijden om het presidentschap. Nou, uiteindelijk heb je er dan 2 over. Dus een democraat en een republikein. Nou. En dan voordat we gaan stemmen, gaan we eerst dineren.
Typ het maar in. L. Smith en dan... L. Smith en dan Trump en Clinton. Toen Trump tegen Clinton ging, Hillary Clinton. Ja, dan zitten ze voordat die verkiezingen zijn, een paar dagen van tevoren, lekker dineri. Bij Al Smith. Van die kardinalen en bisschoppen. Het is allemaal van de universele kerk. Als we allemaal maar hetzelfde geloven en alle afvalligen die slachten we af, dan hebben we een hele mooie, brave en nieuwe wereld. En eindelijk wordt het hier aangenaam. Rare mensen, rare gedachten. Ook heel lelijk. Ik vind het heel lelijk. Een hele lelijke manier van denken. En dat vind ik omdat er maar één geloof is. En ja, dat is dan zo. En hoe mensen dat ene geloof belijden, ja, dat moet je zelf maar weten. En daar gaat het die lui om. Hè? Dat je dat niet zelf mag weten. Ja, er is maar één geloof. Dat kunnen ze ook hun kinderen uitleggen. Ik kan het ook uitleggen. Met hoe het werkt. En dan leg je dat uit. Maar ja, dan is iedereen daarvan doordrongen. En kan zijn eigen leven vorm gaan geven. Maar dan gaat iedereen doen waar hij zelf zin in heeft. En dat vinden ze dan niet ordelijk. Dus iedereen moet doen waar die club zin in heeft. En dan verzinnen ze weer wat. Neem die corona. Ik zag op Facebook twee verpleegsters en die hielden een soort verklaring voor de camera. En die werd gefotografeerd dan. En op die verklaring was een A4'tje. Daar stond dan zo: voor iedereen die niet gelooft in corona, kom maar helpen met lijken sjouwen. Dan ben je wel overtuigd. Maar er is helemaal geen oversterfte. Hey, er gaan elke dag gaan er in Nederland 400-500 mensen dood. Dat is logisch. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is overal zo. Het heeft ermee te maken dat iedereen een keer doodgaat. En als er zoveel mensen bijkomen, ja, dan gaan er ook weer zoveel mensen dood. En daar is helemaal niks mis mee. Ja, en iemand moet met die lijken sjouwen. Ja, dat snap ik ook wel. Maar dat is toch niet zo'n probleem? Ja, maar dit is corona. Het is helemaal heel erg. Nee, dat is helemaal niet erg. Als je kijkt naar de sterftecijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan zie je helemaal niks. Of niet helemaal niks, maar je ziet geen corona. Dat is... ja, dat blijft een punt. Het grote gevaar wat je niet kan zien. Het is alleen maar op tv. Maar zo werken die nou. Ze blazen het enorm op. En ze doen... Ja, en wat eigenlijk? Wat was er nou aan de hand? ...98% van de mensen die besmet raken met corona, die overleven dan. 98%. Dat is zoiets. Echt bizar veel. 99,8% is het volgens mij. 99,8%. Van de mensen die het krijgen, die overleven het. Dat weet iedereen. Dat weet Margaret ook. Dat weet Wiebren van Haga ook. Dat weet Thierry Bandit. Thierry, die moeilijke naam van die man. Thierry, mag je ook niet zeggen, denk ik. Maar Thierry Baudet of Baudet. Maar die weet het ook. 99,8% van de mensen... Ja,
die is een paar dagen buiten beeld. En dan zijn we weer. En zeg nu zelf, wat is er lekkerder dan een fijn griepje als het toch vervelend weer is? Dan is het koud, bibberig, je denkt, ik heb je demmen, ik heb hem gezien. En dan krijg je lekker een griepje. Heerlijk. En wat doet men met griep? Nou, men neemt plaats in een bed. Warm aangekleed, dus sokken, een joggingbroek, een t-shirt en een sweater en eventueel een muts op het hoofd. De verwarming houden wij uit. En ja, we liggen in bed onder een lekker dik dekbed, eventueel met een extra plaid eroverheen. En we ventileren. Met twee raampjes. Tegenover elkaar. Die openstaan. Zodat je een continue doorstroming hebt van frisse lucht. Nou, wat hebben we verder nog nodig? Je moet er goed om denken dat je voldoende drinkt. Want door die griep, dat gaat gepaard met koorts. En die koorts, daar krijg je klamme toestanden, zweten, ellende van. Dat hoort erbij. Dat is verder niet zo erg. Er is helemaal niks aan de hand. Maar wel drinken. Ja, maar moet je dan ook eten? Nou, als je koorts hebt, dan heb je meestal geen honger. Maar alles wat er maar in kan, moet je maar kijken. Een hele goeie is kippenbouillon. Dat tankt makkelijk weg. Heb je je vocht binnen en je hebt een beetje zout krijgen in de binnen. Ook belangrijk, zout komt in de binnen. En wat eiwitten. Nou, dan kan je er heus wel weer tegen. Ik kan ook denken aan een vruchtensapje. Maar dan moet je maar kijken wat je lekker vindt. Maar dingen als koffie, dat is meestal niet lekker. Ook een hele goeie is om warm water te nemen met sinaasappelsap of citroensap of vruchtensap. En een kwak cognac erin of jonge jenever. Kun je ook bij kleine kinderen doen, hoor. Heel warm en heel veel vitamine C zit erin en alcohol. En die alcohol is puur om te verbranden. Nou, je lichaam wil koorts. Dus nou, dan je lichaam wil een stijging van de lichaamstemperatuur. Ja, er is brandstof voor nodig. Hè. Oh, een beetje jenever. Wat je maar hebt. Rode wijn kan natuurlijk ook. Ik zou geen bier doen met de koude bier. Dat is niet lekker. Dat snap je zelf ook wel. Maar een wijntje kan je ook opwarmen. En jenever en cognac zonder meer. En je proeft toch niks als je koorts hebt. Dus ja, je hoeft niet met kwaliteitsspullen aan te komen wandelen. Het gaat puur om water, vitamine C en alcohol. En meestal is een griep na een dag of 3, 4, 5. Daar ben je er wel overheen. Dan moet je nog even uitzieken. Want anders dan lig je weer in bed 3 dagen later. Dat moet je ook niet hebben. Even uitzieken. Dan heb je lekker je vrije tijd gehad. En dan kom je weer terug op je werk. Zeg je, hallo, daar ben ik weer. Maar dat kan niet meer, hè? Want al het werk is dichtgegooid. De volslagen debielen. Dat moet er toch een keer uit, hoor. Dit kan echt helemaal niet wat ze hebben gedaan. Dat is...
de Jezuïeten die hebben Willem de Zwijger vermoord. Onze vader des vaderlands. Dat is ook niet leuk. Maar nu hebben ze de Nederlandse economie de nek omgedraaid. Een schade, jongen. Wow. Ik denk de schade van de maatregelen. Dat die lopen richting de 20.000 euro per burger. Ik weet niet of jij nog spaargeld hebt, maar ik zou er niet aan hechten. Want ik ben het kwijt, hè? En die debielen, die staan klaar om nog, als ze 20.000 euro schade per Nederlander kunnen toebrengen. Dan zitten ze nou al een natte droom te hebben over hoe het zal zijn als ze 200.000 euro schade kunnen toebrengen aan elke Nederlander. Elke Nederlander. Inclusief baby's, bejaarden, biasklanten, buitenlanders zonder diploma. Dat is de vijand van het volk. Dat zijn de Jezuïeten, die zitten erachter. Ik vraag me af hoe lang die lui nog in het zadel blijven. Ze hebben nu 500 jaar, bijna. Vijf eeuwen. Zitten ze geramd. Hè? Dus, ja, misschien nog 500 jaar. Ja. Kijk, als het 500 jaar lang al goed ging, ja, dan. Nou, resultaten uit het verleden, ja, geven een beeld van de toekomstige resultaten. Ja. Er wordt wel gezegd, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is een leugen. Het zijn de resultaten uit het verleden die iets zeggen over de toekomst. En je moet voorzichtig zijn met extrapoleren, zo heet dat. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn. Je moet rekening houden met veranderde omstandigheden. Dus iets wat vroeger heel goed werkte, dat kan in de toekomst, ja, plotseling niet meer zo goed werken. Ja, dat kan zo zijn. Maar iets wat gewerkt heeft, dat zal heus morgen nog wel. Hè? Dus als iets 500 jaar lang gewerkt heeft, nou, dan zal het morgen ook nog wel werken, denk ik. Dus de Jezuïeten zijn morgen niet weg. Succesnummer op succesnummer. Ze kunnen zo. Dat zijn echt verschrikkelijke mensen. Het zijn moordenaars, dieven. En verkrachters ook. Dus op seksueel gebied doen ze maffe dingen met kleine kinderen. Dat is niet nieuw voor de Jezuïeten trouwens. Dat hoorde bij de universele kerk van oudsher. De universele kerk, dat komt uit Babylon. Als jij Genesis erbij pakt, met die mooie frase. En Abram, heette hij nog geen Abraham, heette hij Abram. En Abram sloeg zijn tenten op richting Babylon. En die club, hè, van Babylon, dus altijd met seks zijn ze bezig. Altijd geweest. En de katholieke kerk dus ook. De eerste schandalen met de universele kerk. Hè? De universele kerk. De eerste schandalen met dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden met kinderen. Niets vermoedende gelovigen stuurden hun kinderen naar meneer pastoor. Want ga maar helpen als koorknaap. Nou, wat hebben die kinderen gezongen, zeg. Met een leuter in hun bibs. De eerste geschiedenisdingen die we dan weten van historie. Het komt uit de 15e eeuw.
Toen waren er nog geen jezuïeten, nee. Maar had je al wel van die schandalen, hè? Hadden weer eens een priester zich vergrepen aan een aantal kinderen. En heel vaak met jongetjes. Homoseksualiteit onder de jezuïeten is... Het Engelse woord is rampant. Overweldigend. Om zich heen grijpend. Kijk, dat een man het doet qua seks met een andere man... Dat is afwijkend. Dat is pervers. Punt. En niets anders. Wat die mensen aan kunnen dragen als excuus is dat vrouwen die zijn zo moeilijk en die zeuren en wie. En bij mannen. En mannen, daar kan je een afspraak mee maken. En dan doe je het even en dan is het gebeurd. Een vrouw heb je dan een voorspel en een naspel. Nou, ik heb nou geen zin. Met mannen is dat meer, kom op, we gaan het doen. Zo zijn mannen in het algemeen. Dus als je een bedrijf wil oprichten en je hebt heel veel mensen nodig... Dan zou ik er de voorkeur aan geven om in eerste instantie te beginnen met mannen. En als het lekker loopt, dat bedrijf, alle functies zijn goed uitgedacht en aangepast en bijgesteld en het marcheert allemaal goed, ja, dan kan er ook een vrouw komen werken. Maar niet de vrouwen nemen bij een onderneming die nog opgericht moet worden. En waar iedereen zich helemaal kapot moet werken en moet rapporteren en zweten en buffelen. Nee, daar moet je geen vrouwen bij hebben. In het algemeen wil je dus geen vrouwen. Want die zeuren. Te veel. Ja, ze zeuren meer dan mannen. Ook qua seks. En dan denk ik, van als je dat vindt, doe dan geen seks. Maar dat willen die heren dan niet. Ze willen dat gezeur van die vrouwen over die seks. Dat vinden ze allemaal te ingewikkeld. Maar dan gaan we het met mannen doen. Dan ben je gek in je kop. Echt gek. En de gedachte... Ja, maar het is ook heel mooi, want het is liefde. Nee, het is helemaal geen liefde. Het is lust. Dat is het. En homoseksualiteit, dat komt altijd voor. En de schatting is dat 1 op de 100, 1 op de 200, 1 op de 500 mannen, die doen het. Dat is niet te voorkomen. Zeg maar, dat is een... Dan moet je... Je moet die mensen niet afslachten. Je moet het accepteren. Dat is 1% of zo. 0,5%. Ja, het gebeurt. Onder de jezuïeten is dat meer dan 50%. Dat ik het even weet. Dus als je wil weten, maar hoe kan het nou dat je nou met homohuwelijk, waar komt het vandaan? En dat komt van de jezuïeten. Want dat zijn een stelletje homo's. In de zin van homoseksuele. Seks, die ogen, zeg maar, je een lekker kontje. Ja, mensen die zijn niet normaal. En ik heb helemaal niks tegen homoseksuele mensen. Helemaal niks. Ik wil ze niet als oppas voor mijn kinderen. Dat lijkt mij gek. Dat is de kat op het spek binden. Dat moet je niet doen.
Die mensen denken raar. Net als iemand die heel erg, die heeft TBC. Als je TBC hebt, tuberculose, dan hoef je niet van de brug gegooid te worden. Maar je gaat niet de volgende dag met je TBC naar het kinderdagverblijf. Je zal maar wat lijkjes aansteken. Toch? Want je bent ziek in je kop. En je bent ook ziek in je kop als jij iets wil als een wereldorde. Wat is er dan wanordelijk aan de wereld? Waarom moet die geordend worden? Wat voor een rommeltje was het dan? En dus die Vietnamoorlog, die is van de Jezuïeten. Ja, was dat? Hebben ze daar orde geschapen in Vietnam? Echt waar? Met napalm? En 30.000 dode Amerikaanse jonge mannen? En wie zijn dan nog gelukkig dood? Maar hoeveel Amerikaanse mannen zijn niet getraumatiseerd teruggekomen uit Vietnam? En dat was van die Jezuïeten. Milieuvervuiling is van de Jezuïeten. Dat doen zij. Zij lachen erom. Met die oliehandel en zo. En dan gaan er hele oerwoudgebieden gaan kapot en zo. En dan gaan ze daar filmpjes van maken. Van de rotzooi die zij zelf hebben veroorzaakt. Hè. Maken ze daar films van. Die doen ze op tv. En dan krijg je Giro 555. En dan mag je geld storten. Noem jij dat orde? Vind je dat werkelijk? Vind je dat gerechtvaardigd? En als jij je nu afvraagt, ja, maar Perry, waar baseer je dat op? Nou, dan moet je een commentaartje schrijven. Dan kan ik dat beargumenteren. Of je daagt me uit, dan gaan we via Skype. Gewoon één op één. Maar ik weet waar ik het over heb. En die Jezuïeten zaten achter de Vietnamoorlog. En de Jezuïeten zaten achter Stalin, de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog ook. Het is een tijd zo geweest dat er twee pausen waren. Een witte paus en een zwarte paus. Nou, weet ook bijna geen hond. Hey. Nee, maar het was wel zo. En een van de laatste zwarte pausen, dat is een jezuïet, per definitie. De secretaris-generaal van de Orde van Jezus. Die heet dan de zwarte paus. Dat was Hans Kolfenbach. En die kwam uit Druten, dacht ik. Dat is Brabant. Katholiek gebied natuurlijk. Brabant en Limburg, net als in het zuiden van Duitsland heb je hetzelfde. Daar zijn ze allemaal katholiek, hè? Van het universele geloof. En nu heb je een paus, een witte paus, dat is Franciscus. En die is een wit van kleur als paus, hè? Maar die is ook jezuïet. Dat is de eerste jezuïet die paus is geworden. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Het gaat echt niet slecht met de jezuïeten. Ik zou niet weten waarom. En ik denk dat het voorlopig nog heel goed blijft gaan met de jezuïeten. En dat hun moordpartijen doorgaan. En wij gaan elkaar de schuld geven voor al die gepleegde moorden. Zo is het nu ook al, met die corona. En mensen gaan zeggen, ja, maar iemand zonder mondkapje, dat is een misdadiger.
En dan worden we boos op mensen zonder mondkapje. En dat is het werk van de Jezuïeten. En dat ik het even weet. En ik denk dat het een gezonde reactie, een natuurlijke reactie is op onze ongelovigheid. Dat kan niet anders. Als je als mens je niet bewust bent van het grote geschenk, dan leef je er maar op los. En je gaat er maar een beetje op los leven. En dan komt er mene tekel. Upasim. Dat komt uit Daniël. Het boek Daniël. Geteld, gewogen en verdeeld. In stukken hakken, die moek. Is het nou Daniël of Jesaja? Ik kan het nu opzoeken, maar dat is vals. Je mag horen dat ik niet weet of het nou in Daniël of Jesaja stond. Of een ander boek. Maar ik weet zeker dat het in het Oude Testament stond. Mene tekel, upparsim. En dat is Aramees. Dat is geen Hebreeuws, dat is Aramees. Geteld, gewogen en verdeeld. Dus het is ons eigen, het is ons verdiende loon dat we dit krijgen. En mijn dochter dan, als ik met mijn dochter het woord homo gebruik of zo, of lesbo of zo, dan kijkt ze me zo, jij bent niet inclusief. Nee, ik ben ook helemaal niet inclusief. Ik vind helemaal niet dat iedereen erbij hoort. Serieus. Je hebt mensen en je hebt tuig. En tuig is niet slecht. Gedenk een schip. Een schip heeft ook scheepstuig. Maar het tuig dat wordt opgehangen. Knipoog. Mensen, niet iedereen hoort erbij. Dus met mijn kind, ik vind het zo fantastisch dat ik een kind heb mogen begeleiden. En dat kind wil dan ook meedoen. Kan ik helpen of zo? Natuurlijk niet. Dat kan zo'n kind helemaal niet. Maar dan moet je eventjes wat gaan verzinnen. Maar op het moment dat een kind zegt tegen jou, van kan ik helpen, dan heb je gelijk een extra taak. Want dat kind wil natuurlijk wel dat het allemaal goed gaat. Die wil het wel goed doen. Dus dan moet je gaan nadenken over wat het kind dan kan gaan doen. Dus ik had een afspraak met mijn kind. We gaan boodschappen doen. En dan, jij mag de tas dragen, hè? Dan doe je ook wat. En dan gingen we de deur uit en droeg zij de tas. En dan gingen we boodschappen doen en dan waren we klaar met boodschappen doen. Afgerekend en nog grapjes maken met de kassier. En dan zei ik, ja, nu draag ik de tas. Want jij hebt hem al gedragen op de heenweg. En dat vond ze dan heerlijk. En dan had zij het idee, ja, ik heb papa geholpen met boodschappen doen. Want ik heb de tas gedragen. Ja, op de heenweg. En dat moet je dan verzinnen. Hè? Dus een kind hoort er niet bij als het gaat om werken. Je moet onderscheid maken. Niet dat je jezelf beter vindt dan een ander. Maar onderscheid maken. Je kan het wel willen, maar je kan het helemaal niet. Dus je hoort er niet bij. Ja, dat geldt voor de Jezuïeten ook. Ze willen het wel, maar ze horen er niet bij. Het is tuig. Het zijn moordenaars, dieven, leugenaars.
en kinderverkrachters. Het is niet voor niets dat in Vaticaanstad per wet is geregeld dat oudere mensen seks mogen hebben met mensen van 12 jaar en ouder. 12! Dat is minder dan 2 keer 7. Want 2 keer 7 is 14. Maar kinderen onder de 14, dat zijn per definitie kinderen. Dus in Vaticaanstad kan je seks hebben in dat, dat is een grondgebied, hè? Dat is een soevereine staat. Hè? In Vaticaanstad, als je daar seks hebt met een 12-jarig persoon, dus dat, ja, dat kan, hè. Bij wet is dat niet verboden. En gedenk ook nog goed aan die wetgeving die... Even kijken, wie was het? Was Benedictus? De 16e of zo? Ratzinger heette die man. Verschrikkelijke vent. En die heeft laten oppennen dat als een priester van de universele kerk, als die seks heeft met een heel jong persoon, en zo 8 jaar of zo, hè, dat is natuurlijk over de limit. Maar stel het gebeurt, ja, dan is dat een zonde. En daar kunnen we over spreken. Als je, wanneer jij in je bibs gepakt bent door een priester van de universele kerk, en jij gaat daar beklag over doen, anders dan binnen de kerk, je mag binnen de kerk maar zeggen, ja, die priester heeft mij in mijn bibs gepakt. Oh, dat is zondig. Dan wordt het vergeven natuurlijk, hè. Maar als je dat niet binnen de kerk doet, maar je gaat er buiten lopen lullen, is dat een misdrijf. Op deze wereld is het erg belangrijk dat je weet wie je vrienden zijn. En mensen die zo denken, dat zijn je vrienden niet. Of jij gaat ook aan het spit. Lijkt mij. Ik maak mij geen zorgen over mijn dood. En ik vraag me af hoeveel mensen dat ook kunnen zeggen. Nou, ik ben altijd met mijn tengels van de kinderen afgebleven. En ik heb die smeerlappen gezien, hoor. Mijn dochter is in haar kruis gegrepen toen ze 9 was. Op straat, hè? Was ze helemaal ontdaan. Ik was furieus. Ik wist in die dagen waar die gozer woonde. Maar ik mocht niks doen, zo. Die man is ook niet aangesproken. Nee, waarom? Nou ja, je loopt over straat, je komt uit Afrika. En je loopt over straat in de Spijkerstraat. En dan denk je, wat een stomme, die blanke weer. En dan grijp je gewoon zo'n meisje bij de kut. Natuurlijk. Dat kan gebeuren, dat is een multiculturalisme. Dat is, inclusive, weet je wel. Iedereen hoort erbij. Nou, ik zeg je, nee. Niet iedereen hoort erbij. Dat is niet waar. En zo'n man die mijn dochter in haar kruis heeft gegrepen, terwijl ze nog even naar de supermarkt moest, naar de Albert Heijn, voor de stroop voor de pannenkoeken, wat mama weer is vergeten.
En dan word je in je kut gegrepen. Ik was er erg boos over en ik vertelde dat verhaal in het streetcafé aan een man waarvan ik dacht dat hij na kon denken. En die keek mij meewarig aan en die zei ja, maar jouw dochter die vroeg erom. Met een knipoog. Lekkere geile dochter heb jij. Ik denk, oh, ben je er ook zo in. En het punt met de sociëteit van Jezus is de naam Jezus. Dat is het punt. Want wat is de naam? Ja, de naam is Jezus. Christus. Jezus. En je neemt die naam. En je gaat napalm gooien op Vietnam. Ja, daar worden we blij van. Hè? In het boek Openbaring wordt gesproken over de antichrist. En Maarten Luther, onder andere, bestempelde de universele kerk als de antichrist. En dat zijn ze. In alle aspecten. De overeenkomsten zijn frappant. Dus als jij de moeite neemt en je pakt het boek Openbaring er nog een keer bij, dan zie je het ook. A woman riding the beast. Dat is de antichrist. De kerk die de baas is van de regeringen. De principalities, de overheden. De vrouw die de baas is van de overheden. En dan ben jij dubbel, triple, fucked. De grazen genomen. Dan is het afgelopen. En daar zitten we nu in. Ik zei tegen iemand met die coronacrisis aan. Ja, die oversterfte van 10.000 mensen tijdens week 12 tot en met week 19. Dus 8 weken lang. Die oversterfte tijdens die 8 weken. Die volgden direct op de afgekondigde maatregelen. En die vrouw zei, nou, dat wil zeggen, dat betekent dus, dat als ze die maatregelen niet hadden genomen, dat je nog meer doden had gekregen. Dat zijn ze. Het feit dat na het afkondigen van die maatregelen 10.000 Nederlandse bejaarden het loodje hebben gelegd. Dat bewijst dat als die maatregelen niet waren genomen, dan waren er nog meer Nederlandse bejaarden gestorven. Dat is hetzelfde verhaal als dat iemand die zegt, ja, ik heb een liter jenever gedronken gisteravond en heb ik ontzettende hoofdpijn. Maar als ik het niet had gedronken, die liter jenever, nou had ik nog veel ergere hoofdpijn gehad. En dat patroon, hè? Dus dat de overheid die maatregel afkondigt. Je moet allemaal thuis blijven, je mag niet meer op bezoek, je bent besmettelijk, je bent een gevaar voor je omgeving. Dat zeggen ze. Iedereen is een gevaar voor zijn omgeving. Die maatregelen hebben ze in Italië afgekondigd in februari. En gelijk een sterftegolf.
En daarna hebben ze die maatregelen afgekondigd in Portugal, Spanje. Overal zie je hetzelfde patroon. Toen wij hier in Nederland nog van onze overheid te horen kregen dat er corona gebeurde, dat was een milde griep en er was niks aan de hand, werden er al in andere regio's maatregelen afgekondigd en gelijk gingen er mensen dood. En ook in Nederland. Dus onze overheid heeft onze bejaarden vermoord. En ga jij stemmen? Op moordenaars? Ja, ik vind die ene moordenaar vind ik een betere moordenaar dan die andere moordenaar. Ja, waar ben jij mee bezig? In je hoofd. Ik zeg je dat iemand als Wiebren van Haga, als je gaat stemmen op die man, wordt hij doodgeschoten. Of vergiftigd, of er wordt karaktermoord gepleegd. Dus beter kan je niet stemmen op Wiebren van Haga, want anders gaat die vent nog dood. Gedenk John F. Kennedy. Of Abraham Lincoln. Of Willem de Zwijger. Dus niet stemmen op Wiebra van Haga. Dat kost die man zijn kop. Nou, maar Piri, jij bent een samensweringstheorist. Ja, net als Jesaja. Want dat weet ik dan wel uit mijn hoofd. Jesaja, die zei: wee degene die aan achterkamertjes overleg doen. En denken dat niemand ze ziet en dat niemand weet wat ze doen. Dat is Jesaja uit het Oude Testament. Dus ja, ik geloof in het bestaan der samensweerders. Een stelletje vieze, vuile leugenaars. Voer voor de honden. Of beter nog, de maden. Dat je dat vlees van die mensen gebruikt. En dan, ja, vliegen komt vanzelf. Lekker laten rotten, stinkt als de hel. Laat maar rotten, laat maar stinken. En allemaal vliegen en maden. En alles kaal vreten. En die maden, die voeren we aan kippen. En vissen. En die kippen en die vissen, die eten we dan wel op. Dan hebben ze nog een nood, een dood. Dan hebben ze nog een dood met een nut. En dat gaan we niet doen. We gaan helemaal niet moorden, niet schieten, niet doden, helemaal niks. Niet protesteren, ook niet. Gewoon niet doen. Romeinen 12, vers 19. Dearly beloved, do not avenge thyself. Vengeance mine. Maar zo is het. Een kwestie van overgave. Kijk, dat die mensen zo'n universele kerk, wanhoopsdaad of zo. Als we allemaal hetzelfde geloven, dan homo's horen er ook bij. En kinderen zijn ook seksmonsters, hoor. Echt hele gele kleuters zijn er. Laat ze verrotten. Laat ze verrekken.
Je hebt er niks mee te maken. Dat is wat ik wil zeggen. En jij kan je betreuren van, ja, verdorie zeg. Maar dat was toch zo van, je kan van een krantenjongen kan je president worden. Dat iedereen mag doorstromen. Nou, dat is helemaal niet waar. Je mag helemaal niet doorstromen. Tenzij jij geboren bent in een familie van Oranje of zo. Maar als je geboren bent in een familie zoals die van mij, Winkel of Bosman of Van de Heuvel. Dan stroom je helemaal niet door. Je mag je slavenbroodje eten. Roggebrood met wodka als je mazzel hebt. En leg je daarbij neer. En prijs de Heer. En zeg minimaal 10 keer per dag. Halleluja. Minimaal 10 keer per dag. Tel je zegeningen. Dat is Christus dan, hè? Halleluja, dat komt uit het Oude Testament. Halleluja betekent prijs de Heer. Dat is God. De werkelijke baas. Oftewel ons. Of ja, nou, ons of wij. Hij is ons. Wij zijn geschapen naar zijn gelijkenis. En hij is ons. Dus hij is ook meervoud. Lastig. Maar geen protest. Ik vind, nee, je moet niet protesteren. Tenzij je een gezellige protestactie weet te verzinnen. Met ertessoep. En dan wordt het anders. Dan is het een uitje. Wat gaan we doen? Ja, we gaan vandaag even naar buiten. Chocolademelk. Een paar sigaren voor de oude vrouwen. En mannen mogen ook roken, natuurlijk. Hoe is een cognac of zo? Maar iets leuks. Ook met camera's erbij. En we gaan naar buiten en daarna staat er op internet echt een heel leuk filmpje met precies de goede momenten eruit geknipt. En geen protesten. Ook zo iemand zag zo'n filmpje. Was een oude man. Was in Den Helder bij de Vomar. Een supermarktketen. En die weigerde om een mondkapje op te doen. Uit protest. Dat moet je niet doen. Je moet je mondkapje opdoen en denken van, nou, dat is eigenlijk best wel lekker zo'n mondkapje. Zeg nou eerlijk, hè? Je kan hoesten in je mondkapje. Dan komt er niks als je gaat hoesten. Je staat boven de verse afdeling of zo, hè? En dan moet je hoesten. Zelf moet, hè? Nou, dan heb je een mondkapje. Kan je lekker hoesten in je mondkapje. En niezen, precies hetzelfde. Je had altijd gezeur als je moet niezen. Waar is mijn zakdoek? Moet je in je elleboog gaan niezen of zo? Maar als je een mondkapje hebt, heb je helemaal geen last van. Lekker niezen in je mondkapje. En ik heb het zelf ettelijk, bijna 10 keer heb ik geniest in mijn mondkapje. En het prettige is, dan kan je met het textiel eventjes door je neusgaten schoonvegen. Ik heb ook ontdekt dat je dan inderdaad een mondkapje moet wassen, want dat gaat vreemd ruiken. In het begin ruikt het naar je eigen. Dan denk ik, ja, dit is mijn eigen nies, mijn eigen hoest. Maar na verloop van tijd komt er een bitter zuur. Het is een heel raar luchtje. Niet lekker. En weliswaar ben jij de enige die het ruikt, maar dan nog.
Ja, dat zijn mijn persoonlijke dingen. Ik protesteer niet, hoor. No way. Ik heb medelijden met iedereen. En we gaan allemaal naar de kloten. Of naar de kut, als je dat seksistischer vindt. Oh, Piggy, als je zegt allemaal naar de kloten gaan, dan vind ik minachtend naar vrouwen. Nou, oké. We gaan allemaal naar de kut. En de reden daarvoor is omdat wij niet beseffen dat ons iets gegeven is. Waar wij wat mee moeten doen. In plaats van te kijken naar wat Mark Rutte nu weer gaat voorstellen. Ja, we gaan allemaal dit. En met kerstmis mag je. Kijk, bij een begrafenis mag je 30 personen hebben. Maar bij een kerstdiner maar 3. Snap je? Het is walgelijk. En los van het feit dat je helemaal geen kerstmis moet vieren. Logisch gesproken. Een Pasen, dat slaat ook nergens op. Pinksteren slaat ook nergens op. Dat mooie nummer van die Joodse band. Die band met Joodse mensen, die zijn dan Joods. Zegt ook geen drol natuurlijk. Maar die zijn een Joods. En die heette de beestachtige jongens. De Beastie Boys. En die hebben goede teksten, hoor. You got to fight for your right to party. Een nummer in Bes. You got to fight for your right to party. Als Bes is dat. Het is best moeilijk te spelen op je gitaar. Een goede keuze voor die toonsoort. Om je te brengen in de wereld die zo mooi is. Dat je 12 toonsoorten hebt. Of zijn er nog 11? Nee, 12? Nee, het zijn 11. Maar je hebt dus die toonsoorten. 12 of 11. En de ene toonsoort is de andere niet. En dan dat die Beastie Boys de Bes kiezen. Terwijl ze niet eens trompetten hebben. Want bij een trompet, de trompet die staat in Bes. Dacht ik zo'n beetje. Maar dan zonder trompetten speel je het toch in Bes. Fijn nummer is dat. En zo is het, hè. In die film The Matrix, om je helemaal lekker helemaal schoon te wassen. Hè? The Matrix. Die eerste, dat was het. Toen kreeg je 2 en 3. En als je 2 gaat kijken, dan stopt hij zomaar. En dan moet je ook nog 3 kijken. Dus er zijn maar 2 uitzendingen van de Matrix. Dat is namelijk 1 en, haakje open, haakje sluiten, 2 en 3. Die horen dan met elkaar. Nou, en wat ze doen, is dat voordat de aanval op Zion komt, Zion, gaan ze eerst dansen. Dus eerst dansen en dan vechten. En die Joodse jongens van de Beastie Boys, die zegt nee, je moet vechten.
om te kunnen dansen. En ik zeg je nou, dan is het er kennelijk een soort van verbintenis tussen vechten en dansen. Op een of andere manier. Gebleken uit de historie. En ik ben niet gek. Als je dat soms dacht. En jij ook niet. En jij weet het ook. En je zal moeten vechten. Om te feesten. En waarom zou je feesten? Ja, ik vind dat iemand die geld heeft, dat die, ja, die kan dan gaan nadenken. Ja, ga ik met mijn geld ga ik wat doen, hè? Ik vind dat een van de mogelijkheden voor mensen met geld is dat je dat uitgeeft aan een feest. En dat mag wat kosten. Dat was een mooie, hè? Over de Jezuïeten, nummer 2. Ik vind het een goede cliffhanger. Of een hoek heet dat ook wel. De term. Jezuïet. Tot de volgende. Doeg. You got to fight for your right to party.